Esther vandaag in Utrecht stond deze loop. Hoe ben je hier terecht gekomen? Ja, nou, gisteravond hebben we besloten om hier te gaan lopen. Het is wel een hele leuke loop achteraf, maar het zat niet in mijn planning. Ik wou eigenlijk morgen naar Roosendaal 10 kilometer lopen. En dan kijken of ik mooi een PR kan lopen op de 10. Maar ja, het wordt morgen nog warmer. En het is dan ook, die loop was eerder. Dus ik had zoiets van, ja, dit tijdstip is ook wel beter. En een 5 kilometer, ja, is dan net even beter voor deze hitte. Dus vandaar die keuze. Heel onverwacht. Ja, ik had liever eigenlijk een 10 gelopen. Maar ik ben heel blij dat ik hier toch ben gestart. Want het ging erg goed. Maar waarom ben jij zo blij? Vertel. Nou ja, ik heb een heel mooi PR gelopen. Ja, op de baan had ik 17:42 staan. En nu had ik 17:30-35. Dus ja, heel onverwachts eigenlijk. Ja. Hoe heb je je race hier opgebouwd? Jullie starten onder de Dom, vertel. Ja, het was heel prachtig. Echt onder de Dom. En dan ga je echt al die terrasjes op. Echt, het stond helemaal stampvol. En dan ga je langs de Singel. Ja, het is gewoon echt een heel mooi parcours. Niet snel, maar ja, wel heel mooi. Mooie ambiance. Heel veel mensen. En ik startte op zich wel hard. Maar ik kon niet meekomen met Melanie Spruit en Mirjam. Ja, zij starten gewoon nog een tikje harder. dus ik heb me bewust eerst kilometer even erachter gehangen. En toen ben ik naar Mirjam toe gelopen. Daar kon ik overheen. En toen had ik Melanie steeds in zicht. En daar kon ik ook op een gegeven moment overheen. Na 3 kilometer. En toen was het nog 2 kilometer rechtdoor. Dus ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik had mooie richtpunten. Waarna ik toe kon lopen. En ja, dat heeft me wel naar een PR geholpen. Dus, ja. Een PR. Het weer. Heb je er last van gehad? Of vind je het lekker in die warmte? Nou, het eerste deel was langs de Singel in het park, zeg maar. Daar was best wel veel in de schaduw. Alleen het laatste deel was vol in de zon. Toen merkte ik het wel. Maar ja, dat was 1 kilometer, 1,5 kilometer. Dus op zich, ja, het was warm. Maar ik kan niet zeggen dat ik er heel erg last van heb gehad. Nee. Mensen die vaak weinig klagen of weinig opmerken, die zijn in goede vorm. Klopt dat? Dat klopt denk ik wel, ja. Ja, het ging gewoon lekker vandaag. En als ik inderdaad niet in vorm was geweest, had ik waarschijnlijk gezegd dat het heel erg warm was. Dat ik er heel veel last van had. Maar nee, ja, het ging gewoon inderdaad lekker. Ja. Hoe zijn je laatste wedstrijden gegaan? Ja, goed. Ik heb vorige week in Rijsberg gelopen, 10 kilometer. Dat ging ook hartstikke lekker. Ik liep met Ingrid Versteeg in een groepje. Er stond best wel wat wind, dus ik moest echt achter iemand lopen. En ja, ik kon gewoon mee. En het laatste rondje ja, kon ik zelf nog harder. En, ja, dat ging goed. Je raakt gewoon een beetje in de flow. Als je gewoon een mooi groepje hebt of je kan mensen inhalen, ja. Dat werkt gewoon goed en ja, met de vorm zit het gewoon goed. Het gaat heel makkelijk allemaal. Staat er de komende tijd voor jouw programma? Nou, dus niet morgen Roosendaal. over 2 weken loop ik Voorthuizen. Ja, weer 10 kilometer. Ik hoop dus ja, dat het dan weer niet te warm is. Maar ja, die ga ik zeker lopen. En er lopen ook weer veel meiden. Ik hoop weer een mooie concurrentiestrijd. En dan 2 dagen daarna gaan we naar Font Romeu. En dan ga ik mooi hard trainen voor mij 3 weken lang. Samen met Martin. En Krek en Femke gaan ook mee. En, ja, daarna is het NK 10 kilometer en NK halve.